Wie van de werkelijkheid theater maakt, krijgt vroeg of laat te maken met een klassieke valkuil. Het risico dat het saai wordt. Kloppend als een bus, maar zo plat als een dubbeltje. Een voorstelling die niets aan de verbeelding overlaat. De werkelijkheid is voor het theater soms net zo funest als een vies, vettig glas voor bier. Het slaat dood. Het gaat om het product. Dit is Frans Smit van Waasbergen junior. Hij is de bron van dit verhaal. Het product is het enige dat telt. Frans is de zoveelste Frans Smit van Waasbergen en de laatste. De allerlaatste Frans Smit van Waasbergen in een eeuwenoude dynastie van Bredase bierbrouwers. De ongekroonde kroonprins. Mijn moeder was in schoonheid een bijzonder knappe vrouw. Mijn vader adoreerde mijn moeder. Hij deed alles voor haar. Mijn moeder deed de public relations. En wij, de kinderen, waren haar marketinginstrumenten. Negen jaar. In 1927 opende bierbrouwerij De Drie Hoefijzers in Breda een nieuw kantoor. Het was zo kostbaar dat besloten werd om een deel ervan permanent te laten bewonen. Zoals door de procuratiehouder van het bedrijf, de heer Horsten en zijn gezin. Mevrouw Horsten was een echte moeder van vlees en bloed met een enorme boezem. Je kon in haar armen verdwijnen. Dan had hij echt een rapport bij hem. Nou, hoe durven ze een kind tweeën en drieën te geven? En daar was mijn moeder boos over. En mijn moeder maakte er een grapje over. En hij zei, oh Frans, daar kunnen we op dansen. 1, 2, 3, 1, 2. En dan was dat jongen helemaal blij. Als alles goed gaat, als er succes is, kan dat de onderlinge familieband alleen maar versterken. Maar als het tegen zit, gaat er meestal meer kapot dan alleen een zakelijke relatie. Hoe werkt een familiebedrijf in tijden van nood? Onze Frans weet daar meer van. Ik moest de brouwerij verlaten in 1980, op 44-jarige leeftijd. Ik weet nog steeds niet waarom. Het is raar dat een vader zijn zoon willens en wetens uit het bedrijf zet. Dat doen ouders niet. Ouders kunnen veel doen, maar dit doen ze niet. September 2002, Interbrew sluit brouwerij in Breda. 335 banen verdwijnen. Personeel en vakbonden met stomheid geslagen. Zo, lieve meid. Volgens mij ben jij 5 jaar. Klopt dat? Ja. En hoe heet jij? Anouk. Anouk. Voor onze Kees is dit een scheiding. De brouwerij is een rode draad in mijn leven. Dat is nu meer prikkeldraad geworden. Onze Kees heeft meer dan 35 jaar bij de brouwerij gewerkt. En nou mag hij daar het licht uit doen. Het was je werk, maar het was ook je leven. De brouwerij was familie.